In Montfoort draait al een paar jaar het project MusicKids. Een unieke, maar wel voor de hand liggende samenwerking tussen de academische basisschool De Hovenier, Koninklijke Fanfare De Vriendenkring, Fluit- en Tamboerkorps Excelsior, het kinderkoor en Schaar Klaasens van GK Music Education. Het doel van MusicKids is kinderen op een creatieve manier muziek te laten beleven. Muziek maken is heel belangrijk voor kinderen. Kinderen worden slim door het maken van muziek. Daarom is het niet alleen belangrijk om muziek in de school te maken, maar ook muziek buiten schooltijd, zelf muziek maken. Om dit alles goed te kunnen verwezenlijken, hebben wij natuurlijk gelden nodig. En hiervoor worden we ondersteund door gemeente Roerdalen. Amy Hoepen, docent basisschool De Hovenier. Hoe werkt MusicKids? MusicKids is eigenlijk een project waarin je samenwerkt met een externe docent en de school. Dus er is veel samenwerking tussen ons beiden. De docent die komt één keer per twee weken komt hij in de klas, een half uurtje. En hij zet er eigenlijk allerlei zaken op een rit die te maken hebben met muziek, ritmiek, het notenschrift, allerlei liedjes, bewegingsvormen bij liedjes. En de week erna of op een ander moment probeer ik daar eigenlijk op voor te borduren door dingen te herhalen. Maar ook merk je dat je gebruik gaat maken van zaken die hij de kinderen leert. Het notenschrift bijvoorbeeld heb ik tijdens het kinderrolles gebruikt om de tamboers hun muziekstuk aan te leren. Dus je ziet ook dat kinderen steeds vaker dingen gaan oppikken en dat je dat kunt gebruiken. Kinderen vragen ook vaker van kunnen we dit spel nog eens doen wat we bij meneer Schaar hebben geleerd. Kunnen we dit nog eens oefenen. Dus je merkt ook dat de kinderen dingen vasthouden en het ontzettend leuk vinden om de muziekles te geven. En ik zie er eigenlijk ook heel erg naar uit dat volgend jaar hij in mijn cluster elke week komt. Want dan kun je nog intensiever samen bezig zijn. En als je als leerkracht meedoet, ja, dan leer je de liedjes natuurlijk ook en de oefeningen. En dan kun je het ook veel beter toepassen in je klas. Dus dat is een duidelijke meerwaarde. Ja, zeker weten. Want ook al heb je, en dat heb ik zelf ook, een bepaalde muziekachtergrond. Hij brengt zoveel frisse ideeën dat je toch weer op een heel ander spoor wordt gezet. En muziek weer een hele andere wending kunt geven. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Nou, gaan we beginnen, hè? Gaan we lekker zingen. En zing maar. Goedemorgen. Wat is het doel van MusicKids? Het doel van MusicKids is om kinderen enthousiast te maken voor muziek. Kodály in Hongarije, en dat is ook de man waar ik de methode van gebruik hier in de lespraktijk, die zei, muziek belongs to everyone. Muziek, dat hoort iedereen toe. Alle kinderen hebben recht op muziek. En dat is ook wat ik de kinderen wil geven, dat ze plezier en zin in muziek hebben. Goedemorgen, goedemorgen, en doen allemaal zo. Dus. Wie kan mij vertellen? 16. 16, hartstikke goed. Ja. Dan 1. Ja. Dan weer 2. Ja. Dan 1. Dan 1. We zijn begonnen een aantal jaar geleden met 5 lessen per jaar. Dat is natuurlijk erg weinig. Doordat het zo goed loopt, is het zo dat alle kinderen in ieder geval eens in de 14 dagen muziek krijgen. We hebben nu, de kinderen zijn enthousiast, de leerkrachten zijn enthousiast. Ook zij werken met de kinderen aan muziek en dat is natuurlijk helemaal prachtig. Want dan werkt het als een eiland en dan is het ook zo dat er meer gebeurt als alleen maar één keer in de 14 dagen muziek. Want de andere week, dan geeft de leerkracht zelf de muziekles. Nou, we hebben heel veel gedaan in de muzieklessen. We zijn bijvoorbeeld begonnen met de Cup Song. Dat is een liedje met bekertjes. En dan moet je een ritme tikken met het bekertje en daaronder het liedje zingen. En dat hebben we toen met de hele klas gedaan. En dat was soms heel verwarrend, al die bekertjes door elkaar. En dan het liedje proberen te zingen, maar het was al heel erg leuk. Evelien van Leer, hoe belangrijk is MusicKids voor jou als ouder? Nou, als ouder vind ik MusicKids heel belangrijk. De kinderen krijgen op deze manier een heel stuk muzikale ontwikkeling mee. En ze steken er heel veel van op. Wat betekent dat voor jou? Voor mij betekent het toch voor mijn kinderen een heel stuk muzikale ontwikkeling. Waar ze hun hele leven lang iets aan hebben. Ze kunnen een heel lang leven mooie muziek maken.
Is het ook merkbaar aan je kinderen? Ja, ik merk het wel. Ja. Ja, de kinderen komen enthousiast terug uit school. Ze hebben enthousiaste verhalen over de muziek. En ik merk het zelf aan onze dochter, die blokfluitles heeft gevolgd. Die kan zich nu veel beter concentreren op dingen dan vroeger. Muziekkids, een goed idee? Muziekkids, super idee. De gemeente ondersteunt het project Muziekkids omdat ze hier in Montfort de zaak breed en planmatig aanpakken. Daarom krijgen zoveel mogelijk kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium de kans om muziek te maken. En dat maakt kinderen socialer en slimmer. In de nieuwe kerndoelen voor muziek ligt een groot accent op het creëren van muziek. Kinderen maken klankspelen, videoclips, componeren liedjes, maken instrumentale stukjes. Voor een groot belang is de keuze die de kinderen hierin zelf kunnen maken. Want muziek maken is cool.